even een vraagje. We hebben al eens iets gehad over stapjes. Wat weten we er nog van? Die stapjes. Dat was een heel moeilijk woord, algoritme. We gaan het hebben over programmeren. En programmeren is eigenlijk een beetje een taal die we gebruiken om een computer iets te laten doen. Onze versnellingsvraag was de vraag om ondersteuning voor het ontwikkelen van een leerlijn programmeren. Allerlei mensen roepen dat er geprogrammeerd moet worden. En de vraag bleef in verschillende gesprekken eigenlijk van ja, als we vinden dat er geprogrammeerd moet worden, wat willen we dan met kinderen leren? En daar hebben we hulp bij gevraagd. Die vraag is gehonoreerd vorig jaar door de PO-raad. En samen zijn we aan de slag gegaan in samenwerking met mensen van Kennisnet en SLO om iets op poten te zetten samen. Vanuit de ambitie die we hebben om ook de vaardigheden van de 21ste eeuw toe te passen in onze lessen, hebben wij ons aangesloten bij de versnellingsvraag en hebben we die ingediend. En jullie krijgen van mij allemaal een setje kaarten. En dat setje kaarten, dat kun je hier zien, dat moet je even op deze manier op tafel leggen. Dat is even belangrijk. Jullie krijgen een laadje van mij en daar staan de stapjes op hoe dat moet met de zon. Hoe je een zonnebloem krijgt. Je moet eerst aarde in het pad en dan het kuiltje. Want andersom kan het wel. We hebben een algoritme gedaan, dat zijn stapjes. En in dit geval zijn het stapjes om een zonnebloempit te planten. De kinderen hadden een reeks kaarten met een aantal getallen daarop. En die cijfers moesten ze dan omzetten in een code. Het resultaat is dat er een doorlopende leerlijn is waarin programmeerbegrippen, noem ik het maar, onder elkaar gezet zijn. Daar zijn doelen bij geschreven en die doelen zijn oplopend in moeilijkheidsgraad zo weggezet. Bij die doelen zijn ook voorbeeldlessen ontwikkeld en die kun je zo gebruiken. De leerlijn waar wij voor hebben gekozen is een unplugged leerlijn. Dat betekent dat wij geen gebruik maken van allerlei elektronische hulpmiddelen en ondersteuningen. En het effect daarvan is dat het ook toepasbaar is in heel veel andere vakgebieden, met andere vakgebieden, in heel veel andere situaties. Ja, er is goed materiaal voorhanden, dus je kunt eigenlijk meteen wel, je hoeft niet extra zelf nog iets te zoeken. Er zit heel veel in het bijgeleverde pakket. En als je denkt van, goh, weet je, ik heb daar niks mee, ik vul het lekker op een andere manier in. Nou, dan is die mogelijkheid er zeker om het ook op die manier te doen. Ik ben ontzettend blij met deze ontwikkeling, omdat ik zie dat vreugde, de blijdschap die het geeft, niet alleen voor de kinderen, maar ook bij leerkrachten, met medewerkers van onderwijsgroep 4, dat die in één keer een boost krijgen om daarmee bezig te zijn. De meeste lessen zijn vrij eenvoudig en dan bedenk ik er vaak nog iets bij. Nou, ik kan gewoon zien dat sommige kinderen soms de behoefte hebben aan meer. Hè? En ik kan dan zien dat ze gelijk, ik zie ze gelijk stralen, ik zie gelijk dat er een stuk enthousiasme is. Bij sommigen moet je dan alleen nog maar even remmen. Nou, dan heb ik hier allemaal potjes en ik doe er even één. Veel mensen hebben het idee van programmeren. Oh, dat kan ik allemaal, kan ik niet. Of ik weet daar te weinig van. En die voelen dat ook als een drempel om te kunnen beginnen. En ik hoop dat het materiaal wat we samen hebben gemaakt in ieder geval een aanzet kan zijn om te beginnen met het leren programmeren, programmeerbegrippen leren. En misschien dat mensen wel op den duur denken van, oh, nou als ik dit kan, kan ik de volgende stap misschien ook wel zetten. Dan moet je stapjes doen. Dat heet ook programmeren en algoritmes.